Van dit onderwerp over de prisma en de piramide heb ik verschillende filmpjes gemaakt. Want je hebt eigenlijk zeg maar de algemene uitleg. Dan heb je nog, kun je het afmaken met tekenen. En hoe zit het met de ribben? Als die zoveel ribben heeft, hoeveel zijvlakken heeft die dan? Daar heb ik allemaal aparte filmpjes van gemaakt. Ook per onderdeel zeg maar. Dus je hebt een filmpje prisma en piramide de uitleg. Dan heb je een filmpje prisma en afmaken, piramide afmaken met tekenen. Hè? Dus als je daarvoor kijkt, moet je een ander filmpje hebben. Dit is alleen maar de algemene uitleg. En als je wil weten hoe het zit met de ribben en met de zijvlakken en dat soort dingen, moet je ook een ander filmpje hebben. Dus als eventjes vooraf. Nou, we gaan beginnen. De uitleg. Hoe zit het nu met een prisma en een piramide? Nou, een prisma en een piramide, die zijn jullie wel gewend uit ja, de praktijk. Als ik kijk naar een prisma. Dit noem je vaak een prisma. Ik weet niet of jullie dat al een keer gehad hebben bij biologie of bij natuurkunde op de basisschool. Deze breekt het licht. En dit is een prisma. Heel veel mensen, als je aan een prisma noemt, denken ze aan deze. Maar dat het doosje van de Celebrations ook een prisma is, daar staan heel veel niet bij stil. Of de Toblerones. Echt een van mijn lievelings. Maar hoe zit dat nu? Wat is nu allemaal een prisma? En is een balk bijvoorbeeld ook een prisma? Nou, dat ga je ontdekken. En hoe zit dat nu? Nou, een prisma heeft eigenlijk als eis. Je moet het zo zien. Ik krijg mijn pennetje weg hoor. Een prisma heeft een bovenvlak, een ondervlak. En dat is hetzelfde vlak. Dat is bijvoorbeeld of dezelfde driehoek, of dezelfde vierhoek, of dezelfde vijfhoek, of dezelfde zeshoek, of dezelfde zevenhoek. Maar in ieder geval is een bepaalde veelhoek. En veelhoek is dus, dat weet jullie al, ik moet het vertellen. Dan heb je boven en onder, heb je een veelhoek. En daartussen zitten allemaal rechthoeken. En die rechthoeken, die houden eigenlijk ja, dat dekseltje van de onderkant af. Nou, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld deze tekening. De bovenkant noemen ze het bovenvlak. De onderkant noemen ze het grondvlak. Dat is natuurlijk maar net hoe je hem wegzet. Want als ik hem omdraai, is het andersom. Hè? Maar over het algemeen ligt het grondvlak op de grond. En de bovenvlak in de lucht. Soms zet ze hem op zijn zij. Kijk hier bijvoorbeeld. Hier hebben ze hem op zijn zijkant gezet. En hier zie je het grondvlak links en het bovenvlak rechts. Je mag best ook dit het grondvlak noemen en de andere kant het bovenvlak. Tenzij het natuurlijk genoemd staat, let op, ABC is het grondvlak. Maar dat is dus eigenlijk waar je rekening mee moet houden. Dat ook al is die gedraaid, het grondvlak is niet zozeer wat elk moment op de grond staat, maar het is eigenlijk die veelhoek. Dus hier bijvoorbeeld, dit is een driehoek bovenin, een driehoek onderin en tussendoor tussenin zitten die rechthoeken. Dit is dus een prisma. Dit is ook een prisma. En nu heb je 1, 2, 3. Vier. Vijf hoeken boven, dus je hebt ook een vijfhoek onder. En dan zie je hier, ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien als ik het film, ik hoop het maar, of jullie mijn cursor kunnen zien, zeg maar. Maar hier zie je ook allemaal, dus dit is een driehoek onder en een driehoek boven, zeg maar even, dat is de veelhoek, dat is grondvlak en bovenvlak. En dan heb je allemaal rechthoeken ertussen. En die rechthoeken, dat zijn zeg maar de zijkantjes, niet de zijvlakken, dat is iets anders. Dus je zou kunnen zeggen, de boven- en de onderkant, dat zijn veelhoeken. En de zijkantjes, let op, niet zijvlakken, dat is iets anders. Zijkantjes, zeg maar eventjes, de zijkantjes, dat zijn allemaal rechthoeken. Nou, zo kun je er een heleboel tegenkomen. En ja, oh, het is de piramide al. Wacht even, hoor. La 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 la. Ah, hier is die. Dit is dus ook een prisma. En hoe is nu het prisma opgebouwd? Je hebt een veelhoek en je hebt nog een veelhoek. Een veelhoek. En daartussen zitten allemaal rechthoeken. En hoeveel rechthoeken, dat hangt af van welk figuur het grondvlak is. Nou, hier is het grondvlak een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hoek. Dus je hebt hier een 8 hoek als grondvlak. Als je een 8 hoek als grondvlak hebt, dan heb je ook 8 rechthoeken. Want een 8 hoek heeft 8 ribben, zeg maar even, 8 van die stokjes. Stokjes. 8 zijdes. En aan ieder kant van zo'n stokje, daar moet zo'n rechthoek op omhoog. Dus bij een 8-hoek heb je 8 rechthoeken. Maar dan heb je ook nog een bovenvlak en nog een grondvlak, een ondervlak. Dus als ik nu vraag hoeveel zijvlakken heeft dit figuur, dit lichaam, zijvlakken, dan zijn er dat 10. Want als een 8-hoek op de bodem, je moet altijd kijken bij hoekpunten, bij zijvlakken, hoeveel heeft hij? Altijd kijken wat ligt op de bodem. Je hebt dus een 8-hoek op de bodem, dan heb je ook een 8-hoek in de lucht, dat zijn dan twee zijvlakken. En dan heb je natuurlijk nog die 8 rechthoeken die hem rond maken, die hem bijna rond lijken te vouwen. Dat is hoe het werkt
bij prisma. Als je nog meer wil weten over een prisma, over hoe dat zit met die hoekpunten, moet je even een ander filmpje kijken. Wat ik jullie nog wel wil laten zien, is dit figuur. Ik hoop dat hij erachter staat. Ja, daar staat hij. Zijn dit prisma's? En dit zijn prisma's. En hoe komt dat nu? Ze hebben die prisma's op de kant getekend. En hier is dit het grondvlak, zou je kunnen zeggen. Dat is een veelhoek. Het is een figuur met 5 hoeken in dit geval. De achterkant. Ja, die zou eigenlijk een ander kleurtje moeten geven. De achterkant, wat is, ook exact dezelfde veelhoek. En ertussen zitten rechthoeken. En dit zijn, ik ga het even laten zien. Dit zijn allemaal rechthoeken. Het zijn allemaal rechthoeken. Dus het is gewoon een prisma, maar op een zijkantje gezet. Dit zelfs is ook een prisma. Waarom? Je ziet dat dit allemaal rechthoeken zijn. Dus rondom zijn allemaal rechthoeken. En wat is dan het grondvlak? Dat is een veelhoek. Ja, niet zo'n strak veelhoek als bijvoorbeeld een vierkant, een rechthoek, een vijfhoek op een bepaalde manier getekend, zoiets, weet je wel. Zoiets is het niet. Het is een beetje een gek figuur, hè? Maar het is wel degelijk een veelhoek. Het is een hoek met 1, 2, 3, 4, even kijken, dan ben ik de tel kwijt, want er pupte iets op in beeld en ik hoop dat dat niet op mijn filmpje is. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoeken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoeken. Ik begin altijd, meestal begin ik linksbovenaan, was ik toevallig hier begonnen, maar ik begin altijd op een vast moment met tellen. Nou, dat is eigenlijk hoe het werkt met een prisma. In een ander filmpje leer je prisma aftekenen en leer je hoe het zit met een prisma met de ribben en de hoeken. Ik ga nu door naar de piramide. De piramide, die stond ertussen. Ja. Nou, een piramide, bij piramide denken juist de meeste mensen weer aan die Egyptische, hè? Aan die Egyptische piramide. Maar dit wordt de voedselpiramide genoemd. Nou ja, en daar krijg ik dus echt de kriebels van. Daar krijg ik echt jeuk van. Want dit is geen piramide, dit ding. Is een driehoek. Het is geen piramide. Een driehoek is hartstikke plat en de piramide is in een ruimte. Waarom noemen ze het dan waarschijnlijk een piramide? Nou, een piramide, die is allemaal opgebouwd uit driehoeken. En daarom noemen ze het waarschijnlijk, nou bijna allemaal uit driehoeken, daar kom ik straks op, en daarom noemen ze het waarschijnlijk een piramide. Hoe zit dat nu met een piramide? Nou, met een piramide heb je een veelhoek op de bodem. Ja, als grondvlak niet altijd op de bodem, dus net hoe je hem weglegt, weet jullie inmiddels. En nu staan er geen rechthoeken allemaal zo rondom. Maar wat er rondom staat, dat zijn driehoeken. En je kunt je voorstellen, kijk, een rechthoek, die sluiten allemaal mooi aan en die kun je dan een beetje rondvouwen, zou je kunnen zeggen. Daar kan je zo'n sleeve van maken en dan kan je dan rondvouwen. Met driehoeken gaat dat niet, want die hebben allemaal een puntje. Ja, en dan krijg je eigenlijk vanzelf dat dat allemaal in het puntje samenkomt. En daarom ziet de piramide eruit zoals die eruit ziet, door die driehoeken. Dus een piramide, daar ga ik terug. Eventjes. Zo. Dus een piramide heeft een top, dat is altijd de T, zet je bijna altijd de T weg. En dan heeft hij hier zijn hoeken op de bodem. En als er een vijfhoek op de bodem ligt, dan heeft hij dus ook 5 randjes. Oh, zo mag ik het echt niet noemen. 5 ribben aan het grondvlak, zou ik zeggen. Ik moet het wiskundig gezien zeggen. Heeft hij ook 5 opstaande ribben. Is dat een vijfhoek? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, heeft hij 5 opstaande ribben. En het grondvlak is de onderkant, dat is één vlak. Maar zijvlakken, dat zijn dus niet de zijkantjes. Zijvlakken zijn alle vlakken die aan de buitenkant van de piramide zitten. Dus als je een vijfhoek op de bodem hebt, dan heb je 1 grondvlak. Maar als het grondvlak een vijfhoek is, heb je er 5 driehoeken bij. Heb je er dus 6. 6 zijvlakken. Heb je op de bodem een zevenhoek. Dat is wel heel stom. Een zevenhoek, je hebt de bodem een zevenhoek. Dan heb je dus ook 7 van die driehoeken die zo rondom gaan. Dus hoeveel heb je dan? Ja, het grondvlak plus die 7 driehoeken. Dat maakt in totaal 8. Dus dat is een beetje hoe het werkt bij een piramide. En daar wil ik het eigenlijk bij laten, want de piramide aftekenen zit in een apart filmpje. En dat is wel een filmpje van vorig jaar. Dat heb ik niet helemaal opnieuw gedaan volgens mij. Dat weet ik even niet meer. Maar, dan de hoekpunten en dat soort dingen allemaal uitrekenen. Zijn allemaal aparte filmpjes. Dit was hem. Zet hem weer uit.